Hey, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb al één vracht voer gemaakt voor de koeien. En ik ga nu een tweede vracht maken voor morgen. Omdat we zo meteen gaan maaien en dan heb ik morgen eigenlijk niet zoveel tijd om nog extra. Want anders moet ik morgen de maaiers afkoppelen en dan de voerwagen eraan. En dan voer maken en dan weer de maaiers eraan doen. En daar had ik deze keer niet zoveel zin in. Zo, het postje is klaar voor morgen. Dan ga ik nu de voerwagen afkoppelen en dan kunnen de maaiers staan en dan kunnen we gaan beginnen. Goed, dan kunnen we nu gaan beginnen. Maaien naar beneden doen. Zetten we eerst achteraan. Kijken hoeveel toeren die draait. Dan moet 1000 toeren draaien. En dan moet voor nog aan. Ja, ik ben dus nu aan het maaien, alleen tijdens het maaien kwam er heel veel rook vanaf de motorkap vandaan. Toen heb ik de trekker snel uitgezet en toen hebben we gekeken wat is er aan de hand. Toen bleek dat de frontafterkast van de trekker kapot was. En ja, toen ben ik verder gegaan met een andere trekker met alleen de achtermaaier. En mijn vader is met de grote trekker naar Prins gegaan. En daar hadden ze gelukkig nog een maaier liggen die we konden gebruiken. Als we geen twee maaiers hadden gehad, waren we sowieso ook niet op tijd klaar om alles te maaien. Dus toen zijn we met twee trekkers en twee achtermaaiers gaan maaien. Gisteren hebben we ongeveer 35 hectare van de 40 hectare grasland kunnen maaien. En vandaag maken we het laatste beetje af. Morgen komt de loonwerker rond 7:30, 8:00. Dus dan kunnen we mooi op tijd beginnen met inkuilen. En dan hebben we de kuil tenminste ook mooi op tijd dicht. Want normaal zijn we altijd zo laat met de kuil dichtmaken. Cause we
Ik vind dit nog het mooiste gras dat we hebben staan. Er staat een mooie pak op. Dit gras is ongeveer 2 jaar geleden volgens mij ingezaaid. En de koeien hebben er 1 jaar in gelopen. En daardoor heeft hij een goede groei gekregen. Want we hebben 2 percelen toen ingezaaid en deze staat er veel beter bij. En er staat bijna geen onkruid in. Denk je het ergste wel te gehad te hebben? Al die harken uit elkaar.